Woody Woodpecker en het spierbal elixer. Het verhaal dat u nu gaat zien is één grote leugen. Men heet zoals men heet, het is maar dat je het weet. Het was dinsdag de 8e, 10:50 s'avonds. We werkten aan een spionnenzaak. Ik heet Speurneus. 11:50 werd er gebeld. Ik pak hem wel, Speurneus. Ik pak hem wel, Dikneus. Ik pak hem wel, Speurneus. Ik heb hem al, Dikneus. Hallo, spreek ik met Dikneus? Nee, dit is Speurneus, geheime dienst. Dit was een spoedgeval. Er was een geheime formule gestolen uit een laboratorium. We moesten aan de slag. We zochten in onze dossiers naar een verdachte en kwamen uit bij de vleermuis. Hij weer. Voor de zoveelste keer. Gevaar. Geheime formule. 1 druppel geeft reuzenkracht. Medicijn tegen oververmoedheid voor Woody Woodpecker. Zware nacht gehad, jongen. Kom op, tijd om op te staan. Laat je lach eens horen, jongen. Nou, ochtendgymnastiek dan maar. Je billen slepen over de grond. Borst vooruit, kin omhoog. Je bent zo slap als een vaatdoek. Neem je medicijn dan maar in. Wat een medicijn. Je voelt je zo fris als een hoentje. Hé, hey, wat krijgen we nou? Je hebt wat frisse lucht nodig. Door dat medicijn kreeg je reuzenkracht. Doe dan. Test maar uit. Het medicijn is uitgewerkt. Kracht is weg. Je hebt weer een slok nodig, jongen. Opgelet allemaal. Kijk goed uit voor deze man. Dit is de vleermuis, een gevaarlijke spion die een geheime formule gepikt heeft. Op de vermiste fles staat dit etiket. Als u deze fles vindt, is het uw plicht deze terug te brengen naar het dichtstbijzijnde geheime dienstkantoor. Geheime dienst, rechtsaf. Zo gaat hij goed, jong. Hoofdkwartier van de geheime dienst. Zou het echt wel hier zijn? Thank you.
wilde net een grootscheepse zoekactie starten toen er een vogel binnenkwam. Hij beweerde de vleermuis bij zich te hebben en wel in die koffer. Meer een knuppel in de zak, maar hij had wel de fles. Slimme vogel. Vertel eens hoe dat ging, jongen. Laat zien hoe je dat deed, jong. Dat jongen heeft te veel naar tekenfilms gekeken. Ja. Ouch! Woody Woodpecker in dit verhaal komt uit de lucht vallen. Uit de hele verre ruimte is hier weer kapitein Zoom. Hallo astronautjes, Zoom. Hier is onze astronaut van vandaag. Hoe heet jij, ruimtevaarder? Woody Woodpecker. Oké, Woody, laat eens horen hoe die klinkt. Jouw Zoom. Zoom. Ga maar aan het stuurwiel zitten. We gaan er zo als een raket vandoor. Maar eerst een slokje heerlijke Zoppo. Heeft iedereen zijn flesje bij de hand, jongens en meisjes in het land? Vol gas met Zoppo. Klaar, astronaut? Yep. Motoren aan. Sterrenkoers 000. We nemen de rechterbaan van de Melkweg. Het aftellen begint. 5, 4, 3, 2, 1. Zoom! Zo, Woody, dat was je reis in de ruimte. Je hebt je ruimtehelm verdiend, je laserpistool en je Zippo spuitbuskauwgom. Tot ziens en denk erom. Zoom! En zoom voor jou ook! Hey, chef, er is net een UFO geland. Buitenaardse wezens vallen de stad aan. Geen paniek, lui. Blijf vooral kalm, hoor. Kalm. Hier het mannetje van de radio aan alle schepen op zee. Let op, vliegende schotels zonder hun kopjes zijn in onze stad geland. Lelijk mannetje, hè? Misschien komt hij van Mars? Ik zag hem uit de lucht komen vallen. Ik wist dat dit zou gebeuren. Kom niet te dichtbij, mensen. Misschien is hij radioactief. Dit is lachen, zeg. Sluit het gebied af. Dit moet geheim blijven. Hij komt niet van onze planeet. Ik herhaal, hij komt niet van onze planeet, over. De regering zegt dat hij naar het atoomonderzoekcentrum moet ter observatie. Raket naar Mars. Eerst testen wij zijn IQ. Aha, stop jij maar eens het juiste blokje in het ronde gaatje. Ja. Oh! Ja, hij heeft veren in plaats van huid. Heel interessant, zeg. Een brutaal nest van Mars, hè?
Nou, we zullen eens kijken hoe je op elektriciteit reageert. Atoomsplitser. U heeft een sigaar gewonnen. Die Marsman is geschift. Stuur hem terug naar Mars. Terug de ruimte in. Vacht. Wat krijgen we nou? Lelijk mannetje, hè? Hij komt vast van de aarde af. Ik zag hem uit de lucht komen vallen. Ik wist dat dit zou gebeuren. Kom niet te dichtbij, mensen. Misschien is die radioactief. Nou, daar gaan we weer. Wat zei je? Niks. Wat komen we hier doen? Eten! Welkom, blanke vriendelingen. Welkom op Waikiki-eiland. Goh, dank je. Jay, heb jij dat gezegd? Thank you.
De eilandbewoners zijn heel bedreven in het opduiken van munten. Hoi. Hey, dikke, mijn rug alsjeblieft, hè? Hey, je bent veel te vet. We gaan een konijntje koken, we gaan een konijntje koken, we gaan een konijntje koken, we gaan een konijntje gemene boeven, schurken. Wat denken jullie wel niet? Denken jullie dat jullie mij kunnen opeten? Kijk maar uit of ik snij jullie kop eraf. Zo. En dan eet ik jullie op. Dat is andere peperkoek. Kom eens hier, kijk eens naar boven. Een schip. Een schip. Oh, een schip. Een schip. Hoi, hoera. De kinderen. Hoera. 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 Zij gaan lekker varen. 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 Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Suffers. Tot ziens. Dag. Een goede thuis. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor alles. Tot ziens. Tot ziens. Schrijf een kaartje. De lange Eimdewit zit achter jou aan, konijn. Je komt niet ver. Dat had je niet gedacht. Door zijn eigen spooien verjaarde. Kom je uit, konijn. Het spel is uit. Je bent onderijst. Thank you.
Mijn sleutels. Ik moet mijn sleutels hebben. Mijn sleutels. Waar zijn mijn sleutels? Ik moet mijn sleutels hebben. Waar zijn ze? Ik kan ze niet vinden. Waar zijn mijn sleutels? Mijn sleutels! Hé, hey, wat is er aan de hand, baas? Mijn sleutels. Kom, haal me hieruit. Haal me uit de ellende. Rustig, geen mijn sleutels. Rustig, man. Geen paniek. Geen paniek. Ah, wat maakt hij zich weer moe, ba? Eens even kijken. Deze is van de achterdeur, van de garage, van de keukenkast, van de... Van de achterdeur. Aha, hier is hij. Nou ja. Oh, mooi niet. Jij bent gearresteerd. En waarom wel? Ik heb niks gedaan, man. Oh, nee. Luister jij maar eens. Belediging van een ambtenaar in functie. Overtreding artikel 361 van het wetboek van strafrecht. Buurgejucht. Onzedelijk gedrag. Godslastering. Verzet bij arrestatie. Overtreding van de zedelijkheidswetten. Snelheidsovertredingen. Geef acht. Nou, kijk eens hier. Wat hebben we hier? Je bent een schande voor de bergpolitie. Voor het hele korps. Je bent een domme bloemkool. Kom er uit of ik pomp jou vol met lood. Kogels zijn op. Slechtste agent van het land. Hé, hey, kom op. Kom op, man. Doe niet zo nozel. Ik geef me over. Arresteer me maar, alsjeblieft. Meen je dat echt? Of is dat weer een tuke? Nee, natuurlijk niet. Arresteer me maar. Oké, man. Kom op, we gaan. Paai, meneer konijn. Natuurlijk, man. Kom op. Waar wacht je op? Voor je stijft, mag je nog één wens doen. Ja? Laat me eens denken. Ik wou dat ik weer thuis was. Hoera, hoera. Hij wou dat hij weer thuis was. Hoera, hoera. Hij wou dat hij weer thuis was. Hoera, hoera. Hij wou dat hij weer thuis was. Hoera, hoera. Thank you.
in de lucht. Een vogel. Een vliegtuig. Het is Superman. De mechanische monsters. Sneller dan een kogel, sterker dan een locomotief. Hij kan over gebouwen heen springen. Deze bijzondere man van de planeet Krypton, de man van staal, Superman. Hij heeft röntgenstraalogen en is ongelooflijk sterk. Superman strijdt niet aflatend voor waarheid en recht. Hij is vermomd als de zachtaardige journalist Clark Kent. Nationale Bank. Mechanisch monster berooft de bank. Vandaag opent de tentoonstelling waar zeldzame juwelen ter waarde van 50 miljoen te zien zullen zijn. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met de mysterieuze mechanische monsters. Juwelen tentoonstelling. Lois, wat doe jij hier? Ik schrijf een artikel vanuit vrouwelijk oogpunt. Het mechanische monster! Kijk uit! Anders vertrapt hij je. Wacht hier, ik bel dit door. Chef, de bijzonderheden volgeladen. Oké, Lois, kom. Lois! Dit is een karweitje voor Superman. Ja.
storing. Maar in de krant vanmorgen. Zeg me wat er gebeurd is met die juwelen. Monsters. Uitvinder opgesloten, gestolen juwelen teruggevonden. Prachtig artikel, Lois. Bedankt, Clark. Maar ik heb het te danken aan Superman. Oh,
Ja, hoor, dat heb ik weer. Te klein. Verloren tijd allemaal. Hier moet ik er 100 van eten. Wil ik mijn maag een beetje vol hebben. Dit is geen doen. Verdomme. Is er nou nergens een grote muis? Ik heb honger. Ik moet wat in mijn maag hebben. Muis. King size muis met een heleboel vlees eraan. Een gigantische een gigant muis en zoiets heb ik nog nooit gehoord. Een kat die bang is voor een muis. Heb jij geen beroepseer? Vooruit, pak die muis of ik trim je in elkaar, man. Wat krijgen we nou? Zijn we bang? Vooruit, jongen. Je gaat naar binnen en je pakt die muis en daarmee basta. Kom op. Dit is voor je eigen bestwil. Ik heb nooit geweten dat een kat zijn zo vermoeiend is. Even op een rijtje. Dat is een muis, ik ben een kat. Een kat vangt een muis. Er is iets fout. Ik ben niet in vorm. Uit conditie. Slordig. Ik moet wat gaan trainen. Een beetje oefenen. Mijn spieren versterken. Nou, veeg je voeten en kom naar binnen. Oké, lafaard. Dus jij bent bang voor een kleine muis. Ik zal je laten zien hoe je zoiets doet. Kom op, broer, wegwezen hier. Als je een muis ziet, zo groot met twee koppen, dan wordt het tijd dat we op vakantie gaan.